Nou, dat heel veel, hè, waar John ook mee bezig is geweest, maar samen met Jordi, de afgelopen periode, dat er gewoon heel veel plezier en heel veel frisheid naar voren komt. Maar wel met een heel duidelijk speelplan en dat mijn stempel is. Nou, ik zit hier met Joram Hendricks. Joram, van harte gefeliciteerd. Je bent nieuwe hoofdtrainer van DVS 33 Ermelo en we maken graag even kennis met je. Dus ja, kan je wat vertellen over jezelf? Joram Hendricks dus, 37 jaar, woon in Zwolle, geboren getogen, dus daar word je in Zwolle nagenoemd. Woon samen met mijn vriendin Merel en ons dochtertje van bijna 3, Floren. En ik heb een zoontje van nou, inmiddels 5 weken, ja. Maxime. Dus vandaar ook de kleine oogjes. Ja. Hey, en niet de eerste Hendricks hier in Ermelo als hoofdtrainer? Nee, mijn vader heeft hier ook volgens mij kleine 3 seizoenen heeft hier rondgelopen inderdaad. Dus ik kan me met name de wedstrijd hier dat Portugal op trainingskamp was tijdens het EK, kan ik me nog goed herinneren. Ja. Ja. Mooie herinneringen, leuk. Hey, 2 weken geleden zat ik hier met John Kamphuis, die vertelde toen dat hij ermee ophield. En toen kwam er een functie vrij. Wat dacht jij toen je dat zag? Nou, ik ben brutaal geweest om uiteindelijk te solliciteren. Edmund van de TV een berichtje te sturen en uiteindelijk te solliciteren. Voor mij als jonge trainer, grote club, ambitieuze club, mooie mogelijkheden. In mijn optiek ook een goed voetballend team. En ook dat past bij mij, dus ja. Ja, en hoe gaat zo'n traject dan? Je solliciteert en bereid je dan voor op een presentatie of op een gesprek? Kan je daar wat over vertellen? Nou, in dit geval heb ik gewoon een gesprek gehad, een kennismakingsgesprek met TC en voorzitter. Uiteindelijk was dat van beide kanten gewoon kennismaken. Uiteindelijk werd ik uitgenodigd om een presentatie te geven. Daar zaten wat meer mensen bij. Dus daar heb ik verteld hoe ik werk, wie ik ben, maar ook vooral hoe ik werk. En wat ik daarin van de vereniging verwacht en wat de vereniging van mij kan verwachten. Hoe ik wil voetballen ook met name, hè, want ik ben een voetbaltrainer. Ja. Dus zodoende is dat eigenlijk gegaan. En waarom pas jij bij DVS? Ja, wat ik zeg, manier van voetballen. Ik denk spelersgroep vanuit de bal, vanuit positiespel. Ik denk dat enorm bij mij past. Attractief spel. Ik denk dat ook enorm bij mij past. En daar heeft DVS gewoon met de creativiteit die ze hebben ze daar de spelers voor. En ik denk dat de ambities grotendeels op één lijn liggen. De stappen maken met elkaar. Ja, want als jij eens wat verder kijkt in de komende maanden, wat hoop je te bereiken? Nou, dat heel veel, hè, waar John ook mee bezig is geweest, maar samen met Jordi de afgelopen periode, dat er gewoon heel veel plezier en heel veel frisheid naar voren komt. Maar wel met een heel duidelijk speelplan en dat mijn stempel is. Ik vind het leuk om wedstrijden te kijken waarin veel doelpunten vallen, met name veel doelpunten voor. Dus ja, daar gaan we uiteindelijk voor, dat is het ideaal plaatje. Ja. Nou, dat is een mooi vooruitzicht en daar gaan we dan voor. Hey, over 2 weken dan beginnen we eerste training. Laten we dan ook wat uitgebreider doorpraten over jouw voetbalvisie of wat je het seizoen verder van plan bent. Heb je nog dingen die je gaat doen voor de 13e, voor de eerste training die met DVS te maken hebben? Nou, ik zit straks natuurlijk met de TC, de selectie, ook wat dieper doornemen. Uiteindelijk wil ik de nummers van die gasten hebben en wil ik die jongens ook al even aan de voorkant even bellen, even spreken. Ja, en dan ga je vanaf volgende week zaterdag ga je de jongens goed leren kennen. Dus het is met name voorbereiden. Super. Hey, ik wil je namens DVS TV en alle fans, sponsoren, iedereen van harte welkom heten. En dankjewel voor deze kennismaking. En we hopen dat je je thuis voelt en dat we er samen een mooie tijd van gaan maken. Dankjewel.